Oh, Yusse, goedemorgen. Welkom bij Vlogmas dag 16. Welkom bij deze nieuwe video. Hallo. Van alles doen. Ik ga eerst mijn pilletjes pakken. Ik heb je daar wel gelegd. Oh ja. Echt? Ja. Oké. Okay, ik heb een gelegd voor u. De beste. Ja. I know. Oké. Step 1. Pilletjes pakken. Ik heb deze morgen afgesproken met Pieter. Pieter kennen jullie waarschijnlijk al van andere video's van mij. Ik ben even mijn spullen aanpakken, want als ik en Pieter afspreken, gaat het 99% van de tijd over auto's. Dat gaan we nu ook weer doen. Want ik heb iets heel leuks gekregen deze week en dat ga ik gewoon rechtstreeks uittesten. Ik ga het jullie dadelijk laten zien. En daarom ga ik naar Pieter, omdat ik het hier niet kan uittesten. Maar we zijn plaats, zou ik zeggen, bij zijn thuis wel. Dus, let's try it out. Ik ben ondertussen aangekomen bij Pieter. Hier staat de auto in de volle zon, maar het is eigenlijk een beetje koud. Zoals je kunt zien, ik ga even het gras filmen. Hier ligt gewoon allemaal ijs op het gras, allemaal aangevroren. Dus hopelijk is het niet te koud om de auto te wassen. Het is niet het ideale weer. Het is wel net niet meer aan het vriezen. Maar ik wil het toch proberen, want de auto is echt vuil en ik wil gewoon het product heel graag testen. Wij waren in de week bij Finesse Car Care, als jullie dat gezien hebben in de vlog. Daar was Thalisa ook bij en Thalisa mocht van hun één product kiezen. En Thalisa als kerstzot heeft natuurlijk gekozen voor de Jingle Foam. De naam zegt al genoeg, hè? Het is weer een kerstproduct. Dus dat was ideaal voor Thalisa. Zij heeft ervoor gekozen, natuurlijk voor de naam, maar ik heb er ook voor gekozen omdat ik de auto heel graag eens wil foamen. Foam wassen wil een beetje zeggen dat jij met schuim, zoals sneeuwachtig, je auto inspuit en daarna met water terug afspuiten. Waarom de naam Jingle Foam? Omdat het een beetje een herfst-kerstsfeer heeft door de pumpkin spice geur. Dus de geur is echt heel goed. Het heeft zo'n beetje een kerstgevoel of een wintergevoel. Ik ga hem nu uittesten. Ik heb hem al eens geroken, maar ik heb hem nog niet getest, dus dat gaan we nu proberen. Dat ik normaal mijn auto heel veel was, zeker in de zomer, nu in de winter, maakt het mij eigenlijk veel minder uit. Het moet er nog altijd wel goed uitzien, maar je moet er niet picobel uitzien. Want ik weet toch dat die constant weer vuil gaat zijn door regen, door zout, door van alles. Dus ja, ik ga even laten zien hoe de auto er nu uitziet en dan kunnen we straks hopelijk een mooie after filmen. Hier ziet u allemaal zout, vuile plekken. Heel doffe velgen en vooral de achterkant is het ergste, denk ik. Als je dat nu goed ziet. Je ziet dat niet goed. Kijk hier, allemaal plekken. Look. Het is vooral de hele doffe schijn die ik eraf wil krijgen. Het is allemaal zout en vuil wat erop hangt. Dus hij blinkt nu niet en dat vind ik jammer. Zeker de velgen zijn zo heel dof en dat is vies. Dus ik ga hem nu even in foamen.
We are done. Hier is het resultaatje. Het blinkt alweer een heel pak mooier als ervoor. Het is natuurlijk niet perfect. Want foamen is natuurlijk maar een soort van ja, voorwas. Het beste is dat je hierna ook nog eens met de hand wast. Maar tussendoortje is dit echt wel perfect. Super content van de jingle foam. Ons Talisak heeft dat goed gekozen. De auto ziet er weer heel goed uit. Die foamde heel goed. De rook ook super super lekker. Dus ik ben heel content van het resultaat. Trouwens, heel snel een fun fact tussendoor. Jullie kennen allemaal Sheldon, onze kat. En Sheldon heeft een zusje, Rara, waar dat zusje woont, hier bij Pieter. Ah wel. Ah wel, kleine. Dit is Izzy. En dat is echt waar het zusje van Sheldon. Ze zijn even oud toch, hè? Ja. Ja, even oud. En zij is iets later naar Pieter gekomen, nadat wij Sheldon hebben gehaald. Maar ze ziet er juist hetzelfde uit, alleen heeft zij lang haar. Is Sheldon een kortharige. Maar hoe die doet en hoe die klinkt, dat is echt juist hetzelfde. Ondertussen zijn we terug aan het werk. Ik ben terug thuis gekomen. We zitten nu op kantoor. En ik heb groot nieuws, hè. Tupac is alive. Dat is een god. Tupac is alive. Ziet ze werken zo als Tupac. Ik dacht al, wat gaat jij nu zeggen? Ik heb groot nieuws. Ja. Dat zit je niet alle dagen, hè, Tupac. Oké, het werk zit er al even op. Even? Ja, we doen straks nog wel verder, maar alleen de pakjes nog gaan binnenbrengen. Tot hier toe. Yes. Yes, en we gaan iets leuk doen, hè. Ja. Ja. Talisa kon hem al heel lang niet missen, alleen ik ook niet. Ja, ik wou al een paar keren gaan, maar ik mocht niet van Sam. Jawel, je mocht wel. Nee. Maar ik wou er ook bij zijn. Ja. Maar je gaat er toch mee moeten leren leven, zo. Ja, dat is waar. Dat ik naar mijn beste vriendin haar kind ga, zonder dat jij kunt. Ja, dat is ik ga niet altijd wachten. We gaan opnieuw op bezoek bij Noah. Yes. Eens kijken hoe het eruit ziet. Allee, hoe het eruit ziet. We hebben 4 dagen niet gezien. Ja, we hebben de eerste 3 dagen van zijn leven gezien en dan 4 dagen niet meer. Ja, echt waar. Maar we hebben nog niet gezien hoe hij bij zijn eigen thuis is, hè. Ja, ondertussen zijn ze al thuis gezien, want de laatste keer dat wij ze zagen, waren ze nog in het ziekenhuis. Ja. Dus ik ben eens benieuwd hoe het thuis meevalt. Super lief van Noah, Milka, Ellie, voor Tanti Talisa en Nonke Sam hebben we een weekendje, een overnachting gekregen in zo een soort Durbuie, chalet, een Durbuie, zo'n heel gezellige chalet. Zo'n houten chalet. Ja. Echt super lief, dat hadden ze echt niet moeten doen. Echt niet. Maar wel lief van een hondje, maar ik verslik mij met dat ik iets zou zeggen. Maar omdat we voor de hondjes hebben gezorgd. En ja, Celine zei dat we veel cadeautjes voor Noah hadden gekocht. Maar dat is logisch. Ik wil er gewoon ook veel verkopen. En er zal in de toekomst nog heel veel gebeuren. Omdat hij zo cute is. Mm-hmm. Maar het is echt heel lief. Dat ze echt niet moeten doen. Nee, maar we appreciëren het echt heel hard. Het is echt super lief. En het was fijn om Noah nog eens te zien. Die is zo mooi. Oh, ik vind het echt zo'n mooi babytje. Die is echt zo cute. En we hebben dat echt heel goed gedaan. Nu gaan we heel snel iets eten. En hopelijk binnen een kwartier vertrekken naar de gym. Oké, want dat is het plan. Trouwens, ik moet jullie nog iets heel belangrijk vertellen. Deze morgen hebben jullie gezien dat ik mijn auto heb gewassen met de Jingle Foam van Monstershine. De hele goede snow foam. Jingle foam, jingle foam, jingle all the cars foam. Mooi.
mooi. Dat is ook echt een mooi liedje voor het Jingle. Ja. Ook vind dat echt een topnaam. Ja, maar ik heb gezegd dat jij die hebt gekozen voor mij, hè, want je mocht een product kiezen en Gert, dat was direct... Jingle Foam! Jingle Foam, dat was vrij duidelijk voor Talisa. Ja. Jingle Foam is verkrijgbaar op finescarcare.be. Ik zet de link hieronder. En ik heb twee belangrijke opmerkingen. Nummer 1, het is limited edition. Alleen maar deze limited. Kerstperiode brengen ze het uit. Ja, dus het is echt limited edition en hier ook heel goed, hè. Mm-hmm. Echt een pumpkin spice. Dus get it while you can. En ideale kerstcadeau, want ik geef 10% korting op het product. Maar dan moet je wel de code gebruiken hieronder, BMWSAM. Dus naar finescarcare.be gaan en BMWSAM intypen. Dan krijg je 10% korting op het product. Dus als jij graag je auto wast, hallo, als je vriendje graag zijn auto wast, of je... Ik was aan het dansen. Dans maar verder. Ah, wacht, ik zal terug hierin staan. Dan kun je nog een beetje dansen. Ja. Dus, als je graag een mooi kerstcadeautje wilt geven voor onder de kerstboom of ergens anders wilt leggen, maakt niet uit, gebruik dan de kortingscode BMW Song en de finescarcare.be. Bestel het, krijg 10% korting. En geloof mij, meisjes, uw boy zal het dankbaar zijn. Ja, maar jij zelf ook. Ik krijg vaak berichtjes van meisjes die zelf dat gebruiken. Ja. Dus. En dat is trouwens super chic om te doen. Want ja. Ik had het vandaag iets te druk, anders was ik meegegaan. Maar Talisa doet dat soms ook. Foamen is wel echt super tof om te doen. Wilkie, ik heb geen kip. Nee, we zijn over de Jingle Foam aan het praten. Dat ziet er toch wel cool uit, gewoon. Ja, van die auto maken ze helemaal wit. Dat is precies zo'n slagroom spuiten of zo. Ik weet ja. niet, dat is echt heel gek om te zien. Maar het is echt wel de moeite. En als je zelf van auto's houdt of je auto graag wast, toen de geur is echt zalig. Af en toe moet dat. Kerstmis in een tube en je auto ruikt ernaar. Oh, wat ga ik very nice. Ik zou zeggen, probeer het dan. Wij zijn terug van de fitness. Ik heb mij ondertussen ontschminkt en mijn adventkalenders open gedaan. De katjes zijn ook. Die zijn hier allemaal aan het smullen. Milky, niet mijn schelm zijn. Hè. In de adventkalender van de IKEA zat dit chocolaatje. Die chocolaatjes zijn eigenlijk denk ik niet zo interessant om te zien. Maar. Dan in de Kiehl's adventkalender zat de Calendula toner. Die heb ik al gehad. Die is wel heel leuk. Het is wel echt een goede en zachte toner. En dan bij Bruno Vasari zat Lab Division Collagen Booster C plus C Synergy Serum. Serum met antioxidanten. En daar zit zo'n pipetjes ding bij voor erop. Dus ik ben super benieuwd. Céline zei mij daar straks dat ze deze morgen had opengedaan en had gebruikt. En dat die echt wel heel goed was, de serum. Dus ik ben super benieuwd. Maar de producten van Bruno Vasari zijn echt altijd heel, heel goed. Dus, yay! Boys and girls. Jongens en meisjes. Boys and girls. Tijd is aangebroken. Is het tijd aangebroken? Ja, we moeten jammer genoeg de vlog afsluiten eerst. Hè. Oh. Ik ben heel moe. Ja, het is weer laat. Ja. Het is bijna 12 uur. God man, we gaan zo laat slapen de laatste tijd. Ja, maar we gaan laat trainen en dan komen we thuis en dan willen we nog werken. Dan moeten we nog eten. Dan nog even tv kijken en dan bam, is het 12 uur. Ja, dat is echt. We zitten nog de hele avond te werken in de zetel en dan... Tja, we moeten allemaal klaar geraken ook, hè. Ja. We werk klaar krijgen en we moeten de vlogs geëdit krijgen, dus... Moet ons work, but we love it. Hè. Ja, inderdaad. Maar ik ga toch wel blij zijn als vlogmas over is. Nee. Oh, sorry. Nee, maar het is leuk als je die twee weekends, allee, die twee dagen in het weekend hebt. Om te rusten. Om bij te monteren en om klaar te geraken. Want nu monteert je echt een dag op voorhand en dat is echt. Het is vermoeiend.
Want er zijn heel veel mensen, weet ik, die elke dag vloggen, maar die zitten wel 10 dagen voor of zo. Dan is dat echt wel chill. Ja. En dan zou dat niet, veel gemakkelijker zijn, maar dat is niet de bedoeling bij vloggen. Dus we filmen en wat je nu ziet, komt overmorgen online. Dus dat moet morgen gemonteerd worden. Yes. Ja, als we de ruimte hadden, was het gemakkelijker. Ja. En we kunnen dat doen, maar ja, dan is het niet leuk, want dan komt kerstmis 10 dagen later dan de kerst. En dat klopt niet. Hè. Dat willen we niet. Oké, okay, we gaan slapen. Ja. Hopelijk vonden jullie het leuk. Bezoek zeker eens via Scarcare en gebruik de kortingscode als jullie iets interessant vinden. Hopelijk vonden jullie het leuk. Klik zeker op thumbs up. Ook bedankt iedereen om te volgen. We hebben 8000 volgers gelijk gehad. 8000 subscribers, we Marcus. We liken jullie allemaal. Yes. Ja, dat is wel heel fijn. Ja, dat is heel leuk. Op naar de 9000. Ja, sowieso. Dan zien we jullie heel graag terug. Morgen!